Woensdagmiddag was er sprake van oponthoud bij de spoorwegen. Dit kwam omdat er in de trein die bij station Heiloo stond een vrouw onwel was geworden. De trein had als bestemming Alkmaar. Ambulancepersoneel heeft de vrouw uit de trein gehaald en voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis in Alkmaar. Tijdens het voorval bleven de slagbomen dicht, dit tot grote ergernis van de mensen die naar de overkant moesten.